Welkom bij deze video over beweging. In deze video wil ik het gaan hebben over het begrip valversnelling. En ik wil je laten zien hoe je berekeningen kunt uitvoeren met het begrip valversnelling. Allereerst stel je voor, je laat een papiertje van 1 meter hoogte vallen. Dan zul je zien dat het papiertje langzaam naar het aardoppervlak toe beweegt. Als je een steentje van 1 meter hoogte laat vallen, dan zul je zien dat het steentje uiteraard ook naar het aardoppervlak toe beweegt. En je intuïtie zal vertellen dat dat steentje eerder de grond raakt dan dat papiertje. Nou, je intuïtie is juist, maar wel zolang er luchtweerstand is. Als je nou op een of andere manier alle lucht even zou kunnen weghalen, dan zou je iets anders waarnemen. Namelijk dat het steentje en het papiertje tegelijkertijd de grond raken. Dat kun je maar op één manier verklaren. Namelijk door te zeggen dat de aarde alle vallende voorwerpen met dezelfde versnelling naar het aardoppervlak toe trekt. En let op, dat geldt alleen maar omdat er geen luchtweerstand is die een vallend voorwerp kan tegenwerken. Een beweging waarbij de invloed van luchtweerstand te verwaarlozen is, noem je een vrije val. En een vrije val zorgt ervoor dat alle voorwerpen met dezelfde versnelling naar het aardoppervlak toe laat bewegen. Nou, die versnelling die noemen we de valversnelling. En de valversnelling komt heel erg veel voor in de natuurkunde en daarom hebben we het een apart symbool gegeven, namelijk de kleine letter g. Op aarde is de valversnelling gelijk aan 9,81 meter per seconde kwadraat. En we gaan er meestal vanuit dat dit een constante waarde voor de valversnelling is. Alleen is dat niet helemaal juist. Want als je kijkt naar het plaatje van Nederland, dan zie je dat er variaties zijn in de valversnelling. Het hangt er maar net vanaf waar je op aarde je bevindt, welke waarde voor de valversnelling daarbij hoort. In Nederland is de waarde voor de valversnelling afgerond altijd wel 9,81 meter per seconde kwadraat. Maar op de Evenaar niet. Op de Evenaar is de waarde voor de valversnelling 9,78 meter per seconde kwadraat. Daarnaast geldt hoe verder je van de aarde af bent, hoe lager de valversnelling wordt. Dus hoe hoger je komt, hoe lager de valversnelling wordt. Voor het gemak gaan we er vaak uit dat de waarde voor de valversnelling gewoon 9,81 meter per seconde kwadraat is. Een vrije val is een eenparig versnelde beweging. En nu heb je eerder al wel eens formules geleerd die horen bij eenparig versnelde bewegingen. Bij een valbeweging gelden dezelfde formules. Maar je rekent niet met A, de versnelling, maar je rekent met G, de valversnelling. En je mag er dus vanuit gaan dat G altijd dezelfde waarde heeft, namelijk 9,81 meter per seconde kwadraat. Tenzij je op een andere planeet bevindt. Want op andere planeten is er ook een andere waarde voor de valversnelling. Het hangt namelijk ervan af welke massa die planeet heeft. Nou, welke waarde een valversnelling dan heeft op een bepaalde planeet, hoef je niet uit je hoofd te gaan leren, maar dat kun je gewoon vinden in je BINAS. Voorbeeldvraag. Je laat een steentje vanuit stilstand vallen en na 1,9 seconden raakt het steentje de grond. En aan jou de vraag om te berekenen vanaf welke hoogte het steentje werd losgelaten. Nou, we hebben hier te maken met een eenparig versnelde beweging, maar normaal gesproken zou je de formule A is delta V gedeeld door delta T gebruiken. In dit geval niet, want je hebt te maken met een valbeweging. Dus je gebruikt G is delta V gedeeld door delta T. G die kun je invullen, 9,81 meter per seconde kwadraat, en delta T ook. En dan zie je dat de enige onbekende in deze formule delta V is. Dus delta V ga je berekenen. En ik vond dan dat delta V gelijk is aan 18,6 meter per seconde. Delta V is de verandering van snelheid. De beginsnelheid was natuurlijk 0 meter per seconde. Dus als ik de formule voor delta V ga invullen, dan zie ik dat dat als enige onbekende V eind, de eindsnelheid, overblijft. En dat is de snelheid waarmee dat steentje de grond raakt. Nou, als ik die bereken aan de hand van deze formule, dan vind ik uiteraard dat de eindsnelheid gelijk is aan 18,6 meter per seconde. Dat is niet een constante snelheid. Want dat steentje gaat steeds sneller en sneller en sneller naar het aardoppervlak toe. Dus je mag er niet mee verder rekenen. Het is veel handiger om te rekenen met de gemiddelde snelheid. En die bereken je bij een eenparig versnelde beweging met de formule v begin plus v eind gedeeld door 2. En als ik die invul, dan kom ik erop uit dat de gemiddelde snelheid 9,3 meter per seconde is. En nu kan ik wel de valhoogte berekenen. Dat doe ik met de formule v gemiddeld is delta x gedeeld door delta t. Ik wil delta x weten, namelijk de verplaatsing. Dus dat is v gemiddeld keer delta t. En dit ga ik invullen met behulp van de getallen die ik eerder heb gevonden. En dan vind ik dat de valhoogte 18 meter is. En dan heb ik al rekening gehouden met het juiste aantal significante cijfers. Je ziet dat het rekenen met valversnelling niet zo heel erg makkelijk is. En dat je daarvoor alle eerdere formules die je hebt geleerd kunt gebruiken. Nou, dit krijg je alleen maar goed onder de knie door er zelf mee aan de slag te gaan. Door opdrachten te maken. Veel succes!